Zo, ik heb het wel veel. Het komt er gewoon uit. Hallo, wat leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan wij de Chubby Bunny Challenge doen. Ik dacht, wat is... Dus dat houdt in. Wij stoppen een spekje in onze mond en dan zeggen we Chubby Bunny. En wie de meeste spekjes in zijn mond kan houden en Chubby Bunny kan zeggen, die wint. Dus, leuke challenge, hè? Laten we beginnen. Wie begint? Moet ik even... Bak je ook voor de spuug? Ja. Ja? Ja. Ben ik later gaan kotsen? Ja. Oké. Okay. Eeuw. Alsjeblieft, kotsbakje. En een kotsbakje voor moi. Wie begint? Jij. Ja, het is jouw nog. Ja. Ik heb een tactiek. Ah, ja. Er ging een haar mee. Oké. Okay. Stop met praten. Er zit een haar in. Ja. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Je mag niet eten. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Niet zo doen. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 2 seconden om je vol. Chubby Bunny. Niet spugen. Maar nu al spugen. Nee. Niet stukken stiekem. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ik hoor het, ik ga er een beetje bij. Je hebt een bunny. Ja, ja, succes. Het komt er gewoon uit. Alsjeblieft, spuug het uit. Dit kan niet. Dit is echt heel vies. Doe het alsjeblieft. Serieus, kijk het verschil.
zat ik er als jou? Ja, 6 of zo. Waarom ging ik dit doen met lippenstift? Wat is dit? Eww. Nou. Ik weet niet meer hoeveel we er hadden. Ik denk dat we mogen zeggen dat dit officieel de plakkerigste en vieste challenge ooit is. Leuk dat jullie keken naar onze vieste challenge ooit. Er zit echt spek in mijn haar alles. Wat voor. En leuk dat jullie wilden kijken naar onze kotsende gezichten. En dit gaan we nooit meer doen. Maar dit was wel even een filmpje tussendoor. Dus zondag komt gewoon de nieuwe vlog. Doei!